Actieplan voor potentiële ananasindustrie gepresenteerd. Positieve perspectieven bestaan voor de ananassector in Suriname om uit te groeien tot een exportsector. Vanwege dit feit is het van belang dat alle relevante stakeholders een bijdrage leveren om de ananaswaardeketen te structureren, versterken en te vergroten. In een 3ADI Plus Closing Workshop, welke op dinsdag 19 februari 2019 in het IGSR-gebouw is gehouden, is het actieplan gepresenteerd dat voortvloeit uit de Ananas Validatie Workshop van oktober 2018. De FAO-senior-economist David Neven deelde desgevraagd mee dat het actieplan aangeeft wat er specifiek zal moeten gebeuren binnen de ananaswaardeketen in Suriname om de visie die vorig jaar is geformuleerd te realiseren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.